Vandaag is de dag waar alle Pokémon-fankies op hebben gewacht. We mogen de Pokémon Sword and Shield Isle of Armor DLC spelen, zo... Let's go! Oh snap, de trein staat daar al klaar! En we moeten vanuit Wedgehurst Station dus naar de Isle of Armor. Ik hoor de trein, jongen. Ik hoor hem al. What? Daar is die hoor! De trein naar de Isle of Armor is gearriveerd. Daar staat die hoor. Wat is dit voor psychic gast, jongen? Kijk die pokeballs op zijn hoofd. Nou ja, om zijn hoofd eigenlijk. Om zijn hoofd heen. Holy crap! Yo, Slowpoke, what up? Ik had jou inderdaad nog niet gevangen, vriend. Zullen we die Slowpoke even vangen anders? Ja, what up, Slowpoke? Jullie hebben deze sowieso al gevangen. Weet je, ik ga gewoon gelijk een Premier Ball gooien. Oh, oké, dat werkt niet. Poging 2 dan? Weer niet. Deze Slowpoke voelt zich de gangster voor een Premier Ball, jongen. Hij wil gewoon sowieso dat ik hem met een Ultra Ball ga vangen, of niet? Kijk, dit bedoel ik. Hoppakee, dan maar zo. Hier zien jullie trouwens mijn team. Gengar, Gallade, Hexorus, Corviknight, Vikavolt en Dreadnought. Let's go! Ja, het was inderdaad die trein die we moesten pakken. Hoppakee. En nu? Oké, we gaan met de vogel. Met de Corviknight. Hoppakee. En daar zijn we al, jongens. The Isle of Armor. Let's go. De eerste stappen. Daar komen we, hoor. In onze Corviknight. Hey, huh? Hallo? Is dit dat hulpje? Dat hulpje van professor Sonja? Ben jij dat? Of ben je gewoon haar tweelingzus? Oh, van haar krijgen we de Pokédex update voor de Isle of Armor Pokédex. Nice. Oké, en als ze die compleet hebben... Dan moeten we dus even naar deze chick om het te laten zien. We hebben blijkbaar al 7 Pokémon gevangen die hier te vinden zijn. En we hebben er al 61 gezien. Dus het zijn niet alleen maar nieuwe Pokémon die hier te vinden zijn. Yo, dude, wie ben jij dan? Hij was onderweg naar de dojo. Maar er is een vreemde persoon die daar buiten staat. En nu is hij bang om naar buiten te gaan. Oh, dit was die vreemde persoon. Hij kan zich niet echt herinneren dat we elkaar hebben ontmoet. Want hij heeft een soort van de amnesia van een Slowpoke of zo. Zijn naam is Avery en hij is de senior... ...member van de dojo die we gaan joinen. Maar, dude, welke dojo? Avery zegt, je bent hier om de Master Dojo te joinen, of niet? Ik train hier ook. Nee, je hebt de verkeerde persoon. Dat was die andere persoon die net naast me stond. Avery is helemaal in de bar, jongen. Nou, hij wacht in ieder geval buiten. Dit is de Isle of Armor. Hier zijn allemaal nieuwe Pokémon te ontdekken... ...waaronder de Galarian Slowpokes. En ik vind het er nu al hartstikke leuk uitzien. Avery gaat ons helpen. Die gaat ervoor zorgen dat wij onszelf kunnen redden hier. En hij gaat zijn psychic powers gebruiken om mij te testen. Oké, Avery. Je wil gelijk battelen met mij. Ik heb 6 random Pokémon in dit team. Ik heb onder andere Gengar, Gallade, Hexorus. Ik heb Vikavolt. En ik heb er nog een paar. En hij wil dat we met zijn Abra gaan battelen. What? Dat betekent dat Alakazam in de game zit. Lekker hoor. Alakazam is een Pokémon die we sowieso willen hebben in deze game. En ja, die Abra, ik weet niet voor jou hoor, Abraatje. Maar het is maar goed dat we een Gengar als eerste hebben. Alhoewel, Abra had toch niet heel veel gedaan. Nu dan, gooi ik Vikavolt. Eruit, want Avery die wil een Slowpoke gooien. Oké, Avery, je moet wel even je game upstappen hoor. Come on. Ik bedoel, je hebt een Abra en een Slowpoke? Oh, ik had mijn andere move moeten gebruiken. Ik gebruik gewoon automatisch Thunderbolt op een Slowpoke. Maar blijkbaar is het geen watertype meer. Hoppakee. Het was toch gewoon genoeg. Lekker. Oké, Avery, nou dit was het. Jij moet nog een beetje beter gaan trainen, mijn jong. Oh, hij zegt dat hij maar voor 3% zijn best heeft gedaan. Ja. De dojo waar we naartoe gaan is een gerespecteerde plek... ...waar ook de kampioen Leon heeft getraind. En hij is blijkbaar nog niet op de hoogte dat wij nu de Pokémon kampioen zijn. Avery, je hebt psychic powers, maar... Je weet niks, bro. Je bent net Jon Snow. Je weet niks. Oké, we krijgen wel een gift. Dat is wel aardig. Een style card? Wat moeten we met een style card? A card that increases the selection in boutiques. Oh, nice! Meer pakkies. Lekker. Oké, doei Avery. Tot straks. Nou is de hele Isle of Armor één grote Wilderia. Dus dat is super dope. Je kan continu de camera lekker om je heen draaien. Eigenlijk wil ik dus nu gelijk allemaal nieuwe Pokémon gaan vangen. Zodat we een Isle of Armor team hebben, guys. Ik wil alleen even Pokémon vangen die dus hier op de Isle of Armor beschikbaar zijn. En die dus niet beschikbaar zijn in de normale game. Dat lijkt me vet. Dus we moeten sowieso op zoek naar Scyther, naar Talonflame en naar een aantal anderen die je niet in de core game kan krijgen. Ja. Ik had wel wat anders verwacht dan deze Magikarp. Daar ligt een Poké... Wow! Kijk die Wailord daarachter! Ik wil daar sowieso gaan kijken. Kan ik daar naartoe? Holy crap, ik wil daar naartoe. Wat ligt hier? Wat ligt hier? A bottle of calcium. Yo, wat is dit? Wat is dit? Yo, is het Sharpedo? Ja, jongen, het is Sharpedo. Lekker. Ja, Sharpedo vind ik ook nice. Ik ga natuurlijk geen Thunderbolt op zijn hoofd doen, want ik wil Sharpedo eigenlijk wel vangen. Oh crap, hij is gewoon sneller. Lekker hoor. Ja, Vikavolt is niet zo'n hele snelle Pokémon. Althans, mijn Vikavolt niet.
Ja, top dit. Sharpedo's loopt gewoon even gelijk mijn Vika vol. Oké, de takedown, dat betekent dat hij zichzelf ook gaat nakken. Oké, zal ik Steel Wing proberen? Man, die Sharpedo is kapot snel. Ik wil die Sharpedo hebben, jongen. Dit is aanwinst nummer 1 voor in mijn team. Ja, deze moet ik hebben, jongens. Deze moet ik hebben. Ik wil Sharpedo in mijn team. Let's go. Ultra balletje erbovenop. Oeh, volgens mij een critical catch weer. Net als die sloop ook van daarnet. Lekker, man. Hoppakee. Sharpedo is in de team. Oké, weet je wat? Dan knallen we Vika Volt gelijk eruit. Let's go. Check die Wailer daar, jongen. Die is echt insane. Wow, maar dit is super groot. Kijk, daarachter is er ook nog zo'n eilandje. Daar komt nog een Sharpedo aan. Nee. Ik wil niet tegen nog een Sharpedo. Sharpedo, ga weg. Ik wil naar die Wailer. Kijk deze big ass Wailer die hier chillen dan. Kan ik hem battelen? Kan ik hem battelen? Ja. Dit is zo nice. Oh crap. Hij is level 80. Nee. Ik wil dit niet. Ga weg. Nee, ik kan niet wegrennen. Nee. Dit is een fout. Dit had ik niet moeten doen. Oké, jongens. Het is dus confirmed dat de Pokémon in de Wild Area een hoger level zijn dan level 60. Mag ik weg? Oké, ik mag weg. Oké, dit gaat nu al helemaal fout, jongens. Waar kan ik mijn Pokémon healen? We hebben hier een dubious disc. Oké, laat me maar weer even snel naar de waterkant gaan. Want ik heb zo'n voorgevoel dat dit anders helemaal fout gaat. Daar is een Tentacruel. En die Sharpedo zit me op mijn hielen. Fiets sneller. Oké, zullen we gewoon even die grot checken? Even kijken of we hier een andere wilde Pokémon kunnen gaan vinden. Of is iedereen hier wel level 80? Dit is de Courageous Cavern. De heldhaftige grot. Oh nee, ik hou mijn hart vast. Dit gaat nooit goed komen. Wat hebben we hier allemaal? We hebben in ieder geval een Tentacooletje. Zijn hier nieuwe Pokémon? Golissopod. Die hadden we al. Tutel hebben we al. Oh, Chansey. Yo, Chansey. Hallo. Leuk dat je ook in de game zit. We hebben hier een Woobatje. Nog meer Tutels. Tentacools en Tentacruels. Crustle. Hey, ik loop gewoon maar ergens naartoe, hè. Ik zie het wel, wat er allemaal gebeurt. Ja, die moet ik hebben. Let's go, Drudgeon. Die heeft ook waarschijnlijk, hopelijk, de Rough Skin Ability. Dat zou super nice zijn als we gewoon al twee Pokémon nu hebben met de Rough Skin Ability. Let's go, Drednaw. I know you can do it. Hij is ook level 60, lekker. Ik start even met Liquidation. Ik ben gewoon wel sneller dan Drudgeon trouwens. Mijn Drednaw is sneller dan een Drudgeon. Dat is wel bizar. Ja, zie je, hij heeft de Rough Skin Ability, nice. Oh crap, hij gaat voor Outrage. Hij wil me kapot maken. Zal ik hem gewoon proberen te vangen? Let's go. Normaal gesproken gaat dit niet lukken, maar ik heb mijn hopes up soort van. 3? Oké, gaat het wel lukken? Oh, shit. Oké, hij gaat nu outragen. Hiernaast die confused. Hij heeft mijn Dreadnought gesloopt. Lekker dan. Ja, ik wil deze sowieso al hebben hoor, jongens. Ik hoop dat ik hem niet kapot maak. Ik denk het niet hoor. Ik denk niet dat ik deze Drudgeon zo even ga slopen met Dark Pulse. Nee, oké, nice. Hopelijk klapt hij zichzelf nog even één keer. Oké, cool. Let's go. Ultra Ball erbovenop. Hopelijk hebben we hem, guys. 1. En... Nee man. En straks gaat hij zichzelf slopen omdat hij confused is. Oh, hij is niet meer confused. Hij gaat wel even door outragen. Dude! Nou, die sloopt sowieso mijn Gengar. Nu kan hij hierna in ieder geval niet meer outragen. Oh man, ik laat mijn Pokémon team wel echt helemaal kapot gaan. Gewoon voor het vangen van nieuwe Pokémon. Maakt allemaal niet uit. Ah, nee! Nee! Come on! Vang hem! Woyo! Oké, Hexorus. Ik hoop dat je het gaat overleven, want je bent een Dragon-type. Dus ik hoop niet dat ik een Dragon-type move op mijn bakkes krijg. Of gaan we hem nu wel pakken dan? Gaan we hem nu... Ja! Ah, lekker. Oké, de tweede Pokémon in deze DLC hebben we te pakken, jongens. We hebben Sharpedo en we hebben nu ook een Drudgeon. Ik ben zomaar even naar de andere kant van de grot gereden. En op zich, weet je, volgens mij is het best wel groot, man. Oeh, we zien de dennen. Kijk, de den zit ook in de game. Oké, we hebben hier een forest. De forest of focus. Hey, ik ga gewoon overal. Ik hoor die geen eens te gaan. Ik moet eerst naar de dojo, maar... Boeien, ik ga gewoon hier naartoe. Ik ga gewoon Pokémon zoeken. Ah, it's an Amoongus. Ik wil geen Amoongus. Geef me Scyther. Waar vind ik Scyther? Hallo? Scyther? Ergens? In de Soothing Wetlands misschien? Oh, Wetlands. In de Soothing Wetlands misschien? Ja hoor. Ja hoor, deze wil ik hebben. Ja hoor, zeker wel. Geef mij Fletchinder. Dit wordt een Talonflame. I love Talonflame. Hopelijk maak ik hem niet kapot met Crunch. Ik hou mijn hart vast, want ik denk dat ik hem in één keer sloop. Nee, ik sloop hem niet in één keer. Nice. Ja, dan gaan we hem sowieso vangen, toch? Fletchinder. Yes. Nice. In 2. In 3. Hebben we hem?
Ja, lekker! Als ik mijn top 10 Pokémon moet noemen, dan zet ik daar altijd Talonflame in. Dus ik ben heel blij dat ik nu al een Fletchinder heb gevonden. Hoppakee, jij mag ook in de party hoor, let's go! Eens even kijken, wat kunnen we hier nog meer vinden? Ik heb het gevoel dat ik hier ergens ook wel een Scyther zou kunnen vinden, jongens. Ik vind het best wel een plekje voor een Scyther. Een Lickitung? Ja, er zitten best wel veel nieuwe Pokémon in hoor, jongens. Oeh, Buffalant, ja hoor. Misschien moet het een ander beertje zijn voor Scyther. Is dit de grot waar ik uitkwam? Brawler's Cave. Nee, dit is een nieuwe grot. Oh, Poliwhirl. Ja hoor, Wishmer. Poliwrath hebben we hier gelijk. Laten we die Poliwrath gaan vangen. Zei ik trouwens net Poliwhirl? Het is natuurlijk Poliwag. Crunch hem! Oké, Poliwrath die kan wel wat hebben, jongens. Dat zie je hier zo. Hij doet een mudshot op mijn Haxorus. Ja, wat gebeurt er als ik Dragon Claw doe op Poliwrath? Ik denk dat Poliwrath wel een klapje kan handelen, hoor. Ja, kijk, zie je, hij kan wel wat hebben. Nu krijg ik een watergun op mijn bakkes. Hé, maar ik wil Poliwrath ook wel in mijn team, hoor. Is ook wel een leuke Pokémon om in je teampie te hebben. Je zag het, hij kan best wel veel incasseren, dus dat is nice. En hoppakee. Poliwrath hebben we ook binnen. Nice. Poliwrath is natuurlijk een water- en een fighting-type Pokémon. En het fighting-type, dat kan ook wel gewoon van pas komen. Alhoewel, we hebben natuurlijk ook Cubfoot die we straks kunnen krijgen. En Cubfoot, dat is ook een fighting-type Pokémon, volgens mij. Maar maakt niet uit. Laten we gewoon even een team van 6 gaan zoeken. Oh shit, Golduck is hier ook. En Exploud en Loudred en ook weer een Drudrigon. Ik moet hier nog helemaal niet komen, hè, volgens mij. Dit is nog helemaal niet de bedoeling dat ik hier naartoe ga. Maar ik vind het zo leuk. Oké, laten we even deze Pokéball pakken. Het is Iron Tail. Oké, let's go. We gaan nou hier naar boven. Oh, het is een kleine mini Meryl. Dit is Azurill volgens mij. Nou, die is echt cute. Oké, zie je, hier komen allemaal fighting trainers. Oh, wacht even. Hier is de toren. En ja, we zien Rockruff, jongens. Ja, die willen we ook, toch? Die willen we ook. We willen Lycanroc in ons team. Ik ben alleen wel bang dat ik Rockruff wel in één keer ga slopen. Ik denk dat ik hem met Crunch in één keer kapot maak. Ja, oké. We moeten even een nieuwe Rockruff zoeken, jongens. Of misschien kunnen we wel gewoon een Lycanroc vinden. Dat zou ook wel chill zijn. Oh, nee. Ik heb de Rockruff kapot gemaakt. Ik ben bang dat ik geen nieuwe Rockruff meer ga vinden. Oké, ook goed. We hebben hier Lycanroc. En ik vind alle versies Lycanroc cool. Dus deze Lycanroc mag gewoon komen. Nou is het dus te hopen dat we niet Lycanroc ook in één keer kapot maken, jongens. Hoppakee, we doen Crunch erbovenop. Nee hoor, die Lycanroc overleeft dat perfect. Ja, dikke hype, jongens. Let's go, laten we hem gaan vangen. In 1, in 2, hopelijk in één keer. In 3, we hebben hem. Oh nee, hij komt er net uit, shit. Hij doet even scary face. Oké, dat mag. Hoppakee, let's go. Nog een keer. 1, en 2, 3, ja, nu hebben we hem wel, jongens. Lekker. Lycanroc is ook in het team. Vind je dit nou een leuk teampie worden, jongens? Doe alvast even dat blauwe duimpje omhoog, hè. En vergeet sowieso niet te abonneren als je meer Pokémon-video's wil zien. En dan gaan we nu Lycanroc in het teampie stoppen. Rock-type Pokémon. Ja, hij heeft wel veel weaknesses. Dat vind ik altijd wel minder van Rock-type Pokémon. Maar oké, hij mag in de plaats van Dreadnought. Want nogmaals, we gaan nu even alleen voor Pokémon die in deze DLC verkrijgbaar zijn. Dus alleen Pokémon die we nog niet eerder hebben kunnen vangen in Pokémon Sword en Shield. Ja, en nogmaals, ik had hier nog geen eens moeten zijn, man, bij deze toren. Waarschijnlijk gaat zij ook zeggen, je mag er nog niet in. You are not ready to climb the... Ik ben wel benieuwd, jongens. Wat zou jullie team worden als je alleen maar Pokémon uit deze DLC in je team mocht doen? Oké, we zijn inmiddels weer buiten. We zijn weer in een andere regio. We zijn in de Fields of Honor. You seem to have an awesome bike. Let me customize it if you like. Wat? Wil jij mijn bike customizen? Oh, dat is vet. Oké, cool. We gaan voor Sparkling White. Ja, dit is veel beter, man. Deze fiets ziet er nu al veel cooler uit. Nice. Oh shit. Kijk die, oh man. Kijk dit dan. Kijk die achterband. We hebben gewoon sparkles nu, jongen. Dit is insane. Oké, ik ga toch nog even in de Soothing Wetlands kijken of ik hier nog een leuke nieuwe Pokémon kan vinden. Oké, zullen we gewoon deze Pokémon even meepakken? Volgens mij is dit ook een Poison-type Pokémon, dus dat kan best wel leuk zijn. Scolipede. Ik heb Scolipede serieus nog nooit gebruikt in één of andere playthrough van mij, jongens. Dus ik ben benieuwd of dit een beetje een goede Pokémon is. Zo te zien valt het mee. Ik denk niet dat deze heel erg nice is, maar we gaan hem toch gewoon proberen te vangen. Let's go. Oh, ja, of niet. Nou, dan toch niet, joh. Nog een Ultra Ball. Let's go. Ja, nu gaat het goed. Daar hebben we... Ja hoor, we hebben hem. Hoppakee. Nou, Scolipede.
Welkom in het team. Ik ga je wel zeggen dat ik best wel twijfel over jou. Oké, we hebben dus 6 Pokémon gevangen die alleen in de Isle of Armor DLC te vinden zijn en niet in de base game van Pokémon Sword and Shield. En dat zijn Scolipede, Sharpedo, Lycanroc, Trudegon, Fletchinder, wat natuurlijk de epische Talonflame wordt, en Poliwrath. Dit is mijn voorlopige team en in de volgende aflevering gaan we richting deze dojo. Maar ik wilde even goed voorbereid zijn in deze DLC met dus alleen maar Pokémon uit de DLC. Heb je nou zin in de volgende aflevering waarin we waarschijnlijk ook Cupfoo gaan krijgen? Doe dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/RickandChew. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!